Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan met ons eitje op natuurcamping De Groenendaal in Loemen. Nou, we staan praktisch alleen. Nou, dat valt op zich wel mee, maar als we het vergelijken met de afgelopen dagen dat we hier stonden, staan we hier nu best wel rustig. De meeste mensen zijn inmiddels weer vertrokken. Vanochtend zijn er ook weer een aantal campers weggegaan, dus het wordt steeds rustiger, maar wij vinden dat op zich wel fijn. Tenminste, ik vond het ook wel gezellig dat er wat meerdere mensen stonden, maar op zich staan we nu wel gewoon redelijk rustig. We staan op plek nummer 23 aan de rand van het bos. Dat is eigenlijk niet de plek waar wij normaal staan op deze camping, want we staan normaal op plek nummer 6. Nou, die plek is nu net vrijgekomen, want er stond de camper, maar die is weer weggegaan. We hebben net even Ilona gesproken, die kwam er even langs. Dat is de eigenaresse en tevens ook een vriendin van ons geworden. Daar hebben we even mee gepraat. En was wel even gezellig. Ze komt vanavond even langs. We gaan vanavond even een kampvuurtje maken in het kacheltje. En dan komt ze even gezellig bij ons zitten. Dus dat is superleuk. Nou, het is inmiddels, 11 uur ongeveer. En we hebben net ontbijt gehad. We gaan even een koffietje doen. En dat gaan we even binnen doen, want Coco is ook mee. Dus het is wel zo gezellig als wij binnen even het koffietje doen en dat hij dan gewoon even, los kan. Volgens mij hoor ik hem nu ook. Wauw, dat beest dat maakt echt veel geluid. Wat heb ik nog meer te vertellen over deze plek? Ja, het is een heerlijke rustige plek. Je hoort wel een klein beetje de snelweg op de achtergrond, de A50. Dus daar moet je wel een beetje tegen kunnen. En vooral nu, want het is nu door de weeks. Dus dan is er nog meer geluid. Maar je hoort gewoon een soort van gezoem op de achtergrond. Het is wel gewoon een monotoom geluid, dus prima. Ik heb er geen last van. Nou, gisteravond hebben wij de burrelende herten ook nog gehoord. Dat kwam trouwens op verschillende plekken kwam het geluid vandaan. Want daar kwam het geluid vandaan en daar. En dat zei ik net tegen Ilona. En die zei van ja, dan communiceren ze dus met elkaar vanaf een bepaalde afstand. Dus dat was wel leuk om dat even te horen. Nou, achter mij zien jullie misschien wel de Schotse hooglanders. Die staan daar. Dus dat is sowieso altijd een mooi uitzicht als je hier staat. Het is gewoon een bijzondere camping. Een bijzondere plek. En sowieso hebben wij het superleuk gehad. Gisteren en eergisteren, want toen stonden onze vrienden hier ook. Dus dat was ook wel even leuk. Die zijn inmiddels weer weg. Dus we hebben nu een dagje, gewoon even met z'n tweetjes. Geen idee wat we gaan doen. Ik vroeg het net aan Nel, maar die wist het ook niet. Dus misschien gaan we niks doen. Of er komt zo meteen nog een grandioos plan in ons naar boven. Geen idee. Misschien gaan we even wandelen of zo. Ik weet niet. Of even ergens naartoe. Naar een winkel. Of naar een dorpje of een stad. Ik weet het niet. Het kan alle kanten op. Eerst even een koffietje. Goedemorgen. Koffie. Hebben wij koffie? Ja, we hebben koffie. Ja, is het klaar? Het is klaar. Oh, lekker man. Ready. Ik kom gewoon ook weer op het juiste moment binnenstappen. Ja, dat is altijd, hè? Ja. Zullen wij Coco gewoon even loslaten nu? Ja, doe jij even de hoek dicht dan. Ja. Ik zal even mijn schoenen uittrekken. Dan kan die eruit. Zo. Koffietje. Ja, jij bent een koffietje aan het leren, hè? Ja, wij kregen dat van een kijker. Die leek het leuk als Coco dan koffietje ging zeggen. Als je koffietje zegt, dan mag je eruit. Dat is chantage dit. Kom dan. Koffietje. Koffietje. Dat zou wel super leuk zijn als hij dat straks kan zeggen. Hij kan sowieso een aantal woordjes zeggen, dus ik denk, als we het echt willen, dan gaat het lukken. Ja, dan gaat het lukken. Ja. Koffietje. Koffietje. Ja. Oh. Hij heeft nu de kaas ontdekt. Kaasje. Kan ook weg. Dus op. Nou, is het beest ook even vrij?
Kijk even. Nou, hij is al vrij geweest hoor. Al 2 keer. Dus. Ja, dat is waar. Hij komt niks tekort. Dat is maar waar. Ja, soms moet hij er even in. Als we erin en uitlopen, dan gaat nu even een beschuit helemaal kapot maken. Dat vind je lekker. En laat maar even. Nou, het slapen gaat ook goed. Hij is gewoon lekker stil. S'nachts. Het slapen van hem gaat goed, van ja, mij niet. Ja. Het lijkt ook alsof wij het over een baby hebben, als ik dat zo zeg. Maar ja. Mensen, even serieus. Bij sommige bewegingen met je benen en zo, vooral bij Nelly, want die ligt met haar benen bij die kooi. Als zij beweegt met haar benen, dan begint hij te piepen. Maar afgelopen nacht vond ik het meevallen. Ja, het werd wel... De eerste nachten, als we dus op de camping zijn, dan is het erger als dat we verder... Ja, en nu lijkt hij het wel een klein beetje gewend te raken of zo, te zijn. Ja, en dan gaan we nu weer naar huis en dan moet hij de volgende keer weer helemaal overnieuw beginnen. Opnieuw. Ja, de volgende keer gaat hij echt even bij mijn vader. Toch? Ja, ja. Ja, de volgende keer dan nemen we hem eventjes niet mee. Nou, dan gaat ook weer een camper vertrekken. Daar gaat hij. Dus we staan hier op het moment met in totaal, even kijken, 8 kampeermiddelen. Echt? Ja. Met onszelf meegerekend. Is rustig dan. Ja, als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. Ja. Toen was het gewoon, stond deze hele rij, stond helemaal vol. Ja, daar staan er een stuk of 3 nu. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien, maar... Hm. Nou, ik ga ook lekker even genieten van mijn koffietje. Koekoe. Hey. Hij heeft allemaal boter in zijn navel en die beschuit die kleeft eraan. Ja, en nu wil hij natuurlijk ook even een slokje koffie. Ja, doe maar. Niet? Nee. Kusje, kusje. Even voor de mensen die dit nog niet weten. Hè. Ik kan dus verschillende woordjes, waaronder kusje, coco, kom dan, goochie goochie. Wat kan hij nog meer? Lekker douchen. Kan hij ook nog? Ja. Ja. Nou, best veel. En dat was het. Koffietje. Ja. Koffietje moet er nog even bij. Koffietje. Koffietje. Het duurt wel even. Ik denk dat ik er even in moet spreken. Want de woordjes die je zegt zijn van een YouTube filmpje. En dat heb ik heel vaak afgedraaid. Dat was een pratend pakietje. En je zegt dat nu. Ja. Gewoon dat hele filmpje kan niet. Ja, inderdaad. Ja. Dus waarschijnlijk moet je even koffietje opnemen, inderdaad. Moet koffietje opnemen en ja. Dan moet ik het op een repeat. Ja, of we zeggen het gewoon 1000 keer per dag, hè? Dat kan ook. We zijn in Eerbeek. Ja. Gezellig. Ja, we gaan even struinen. Even winkeltjes misschien kijken, ik weet niet. Nou, er is sowieso al een action, daar zijn we dol op. Dus daar gaan we sowieso even kijken. En het is eigenlijk gewoon een soort van klein pleintje met daaromheen winkeltjes. Ja, een Hema. Een Hema zie ik, een Terstal, een drankwinkel. Wat zie ik nog meer? Een stomerij, bloemenwinkel, kaaswinkel. Nou, daar heb je de Dekenmarkt. Ja, was het is, hier nu het ook is gewoon een... Klein winkelcentrum. Was hier nou ook de beste slagerij? Dat weet ik niet. Wacht even hoor, voordat je... Ja. Nou ja, we gaan eerst even naar de Action. Is sowieso altijd even een leuke winkel om, ja, om even te kijken. Je gaat met de insteek ja, eigenlijk naar binnen dat je niets nodig bent. Maar je komt altijd met iets naar buiten. Nou, de intree van de Action is 50 à 100 euro. Er is een koffietje in de maak. Nou, wij zijn weer terug uit Eerbeek. We zijn even binnen. We zitten even binnen, maar het is hier bloedheet. Ik weet niet waardoor dat komt. Ja, doordat het gas aan staat natuurlijk. Maar we zitten even bij Coco. Coco die heeft al een paar dagen niet echt heel veel aandacht gehad. En dat heeft hij wel echt nodig ook. Dus daarom zitten wij even binnen. Straks gaan we even buiten. Gaan we even een vuurtje stoken. Hartstikke leuk. We gaan nog even een wandelingetje maken. Nou, en ik heb ook iets treurigs mee te delen. We zijn net gebeld door het graveermachinebedrijf. Nee, ik weet niet hoe je dat noemt. Graveerbedrijf of zoiets.
dat de mok, we hadden deze mok ingeleverd en we hadden gevraagd, wil jij proberen om te graveren? En de mok is gesneuveld. Dus, plan B hebben we niet. Ja, hebben we wel. We hebben wel plan B. Ja. We gaan nu naar een website, denk ik. Want de sticker, hoe noem je dat? Bedrukbedrijf op Urk. Die kan niet op RVS. Of die heeft die leuke mokken niet. Dus dat is ook weer jammer. En we hadden echt heel graag deze mok gewild. Dat we er zelf helemaal, dat we hem zelf fantastisch vinden. Maar dat gaat nu helaas niet. Dus we gaan op zoek naar iets anders. Ik heb denk ik al iets gevonden. Ik hoop dat dat nu echt iets gaat worden. Maar dan moeten we eerst een proefdrukje even aanvragen. En we willen natuurlijk zelf daaruit drinken. Nou, hè, al met al duurt lang. Ik kan het niet leuker verwoorden. Duurt lang, inderdaad. Laat hij eens even weggaan. Hij is zo druk weer. Nou, en misschien vragen jullie je ook wel af wat wij in de Action hebben gekocht. Nou, dat is niet veel. Dat waren pleisters, vuilniszakken en snoep. Meer niet. En chocola. Maar we gingen met de insteker in. Nou, we hadden niet eigenlijk nodig. Niks zouden kochten. Zouden kopen. Maar gewoon even wat kleine dingetjes en wat snoep. Meer niet. Nou, en Nelly die zegt het net al, na de koffie gaan we nog even een wandeling maken. En dan hoop ik dat we deze keer wel iets zien. Want het is natuurlijk de laatste dag dat wij een wandeling gaan maken in het natuurgebied wat hierachter ligt. Ja. Dus drie keer is scheepsrecht, zou ik zeggen. Het is de derde keer dat we die kant op gaan. Ja, misschien. Dus misschien gaan we wel een hert spotten of weet ik het, een zwijn. Ik weet niet, we gaan nu ook iets later in de middag, dus we hebben wel meer kans. De kans is dan wel iets groter natuurlijk, ja. In de avond of aan het eind van de middag. Nou, we hebben een lekkere citroencake bij de koffie. En Nelly die maakt net het laatste stukje gevulde speculaas op. Oh nee, nog een stukje. Ja, mag ik dit? Helemaal? Ja, dan neem ik een stukje citroencake. Nou, en we zijn daarnet ook nog even bij de IKEA geweest, maar dat hebben we niet vastgelegd, want dat was gewoon even, gewoon even kijken. Al. Niets bijzonders. Niet doen. Mag niet. Zullen we over het hek heen springen? Dan zijn we er eerder. Ja, kon dat maar. Nee, dat mag niet. Wij gaan even lekker wandelen. Wandelen. Heerlijk. Verder kijken mee. Je hebt een tas vol met spullen. Ik ben al de hele tijd benieuwd wat daar nou staat. Nou ja, dat is sowieso geen wild. Nee. Nee, dat denk ik niet. Het staat al zo lang stil. Nou, wat zie je? Koeien. Oh, oké. Nou, ik denk dat we ongeveer 5 kilometer gaan wandelen of zo. Pak een beetje. Ja, zoiets. Als jullie nou denken, wat heeft die meid allemaal in die tas zitten? Nou, dat zijn... regenjassen. Ja, regenjasjes. Voor het geval dat, want het is een beetje grijs. Een beetje grauw, maar eigenlijk is het dat... Ja, is het dat de hele dag al, dus... Dat maakt niet uit. Ik verwacht niet dat er regen aankomt, maar wie weet. Het zou zomaar kunnen. We zijn aangekomen... bij het meertje. En de Schotshooglanders die staan heerlijk in het water. Nu staan ze gezellig met z'n tweeën. Er staat er ook een te poepen. Er stond er ook net een te plassen in het water. En toen ging een ander lekker drinken. Nou ja, ze staan wat te kauwen. En gewoon lekker te chillen. Het is ook nog best wel warm voor de tijd van het jaar. Het is oktober. Nou, zo voelt het echt niet aan. Dus ik denk dat ze, ik weet niet, verkoeling? Is het verkoeling? Geen idee. Ze gaan er ook niet helemaal in. Ze doen alleen hun poot en het is een beetje pootje baden. En we zijn weer terug op de camping. Nou, niks gezien. Ja, het wordt
Wordt een beetje saai nu, hè? We zijn die herten en die zwijnen en alles. Nou ja. Ze hebben waarschijnlijk een andere plek gevonden. Want normaal lagen ze altijd bij het meertje. En ja, ook niet. Nou ja, we zien ze ook niet meer hier op het veld. Het is gewoon jammer. Nou ja, we zijn terug bij de caravan. Ik ga lekker koken. En ik had bedacht om dat lekker even buiten te doen. En dan vraag ik Aal eventjes. Ik zie hier allemaal veren liggen van Coco. Vraag ik Aal eventjes om het kacheltje gezellig aan te zetten. Ja, dat ga ik even doen. Oké. Okay. Even een gezellig avondje houden. Ja, ik doe even mijn nieuwe jas uit. Ja. En dan doe ik even mijn oude vest aan. Dat lijkt me slimmer met koken en kachel. Dus, we hebben nog één krat met hout. Oh. Dus daar komen we de avond wel mee door. Ja. Maar ja, net wat Nel zegt, het is een beetje saai. Het is op het moment denk ik een beetje saai vlog. Nou ja, omdat we geen wild, wij zien geen wild, we kunnen geen wild vastleggen. Nee. Eén hertje gezien, of tenminste ik, jij twee. Ja, dat was gisteren toch? Ja, dat weet eergisteren ik. Al. Oh, ja, eergisteren. Dus ja, normaal gesproken kwamen je voor alle herten en zwijnen en dat soort dingen, maar... Nou ja, we hebben gewoon even pech of zo. Ik denk ongeluk. We hebben ze wel gehoord gisteravond en ik hoop dat jullie het ook hebben kunnen horen. Nou, ja, maar dat zei ik dus ook net nog tegen jou, van ze moeten hier gewoon zijn, want we hebben ze wel gehoord, maar dan moeten ze hier ook zijn. Ja. Ja, waarschijnlijk liggen ze net achter een, nou ja, achter een bergje of zo. Weet ik het. Ja. Ik weet ook tussen niet. De bomen, wat wij dan niet kunnen zien. Jammer. Nou, ik ga het kacheltje even aanzetten. En ja, leuk. Maken we het zelf en even de stoeltjes naar buiten. Ja. Ja. Nou, helemaal gezellig. Deze geur alleen al. Vind ik zo lekker. Ik krijg er echt wel een beetje winters gevoel bij. Ik ben niet echt super gek op de winter, maar deze geur is wel lekker. Nou, dit is geregeld ook. En dan gaan we beginnen met koken toch, Nel? Wat gaan we eten? Dat is jouw afdeling. Eigenlijk. Curry met kip en rijst. Ja, pittige curry met kip en rijst inderdaad. Lekker. Heerlijk. Ziet er lekker uit. Nou, even de groenten snijden. Ik denk dat mijn waterkokertje trouwens ook klaar is. Dus ik kan die kip er wel ingooien. Dan ga ik die eerst even bakken. Ik heb paprika gesneden en een rode ui. Ja mensen, wat zijn de ingrediënten voor dit gerecht? Nou, dat ga ik even heel snel aan jullie vertellen. Kokosmelk, paprika, cherrytomaten in blik, gesneden ui, verse gember, knoflookteen, rode peper, koriander en sojasaus. Oh ja, ook koriander nog rijst. Koriander heb ik al weggegooid. Ja, koriander lusten wij eigenlijk niet, dus dat gaan wij er niet op doen. Maar dat zijn zo'n beetje alle ingrediënten. Nou, dit begint ook wat te worden. Gezellig dit. Zo leuk, hè? Ja. Echt winter kamperen. Ja, ja. Begint er nu echt op te lijken, hè? Ja, dat wel, ja. Aan de ene kant vind ik het ook wel weer jammer. Maar aan de andere kant, winter kamperen heeft ook wel iets gezelligs. En ja. Zeker, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik moet wel zeggen, straks is het natuurlijk bijvoorbeeld november, december is het nog vroeger donker. Het is nu 7 uur en het is nog licht, dus dat maakt het wel iets leuker. Maar ja, wij gaan natuurlijk door in de winter, dus ja, dan is het echt in hartje winter, om 5 uur, half 6, is het gewoon donker. Ja. Ja, dan zijn de dagen wel kort. Ook zo kort dat het moeilijk is om nog iets te ondernemen, maar... Ja, dan zit je gewoon iets langer binnen, 's avonds, of gewoon gezellig bij het vuurtje. Dat kan natuurlijk ook. Ook gezellig. Nou, uitje erbij. Heerlijk. Paprikaatje en een pepertje erin. Ik doe trouwens altijd wat zaadjes van de peper mee, want dan wordt het lekker pittig. Ik hou daarvan.
Ja, dat is net ja, of je van pittig eten houdt of niet. Nelly is echt wel van het, ja, nou ja, echt pittig. Ik ben een beetje tussenin. Niet te pittig en ook niet te matig. Oh ja, daar hebben we de rijst. Nou, straks als het donker is, zetten we deze ook gezellig aan. Leuk. Kook de melk erbij. En roeren maar. Nou, volgens mij is het klaar. Ja? Als die rijst klaar is, als die timer afgaat, is het klaar. Hey, maar even serieus, dan heb je er helemaal niet zo lang over gedaan. Wat is de bereidingstijd dan? Kijk, dat is ook altijd zo makkelijk. Dat staat er gewoon op. 15 tot 20 minuten, maar volgens mij was dit korter. Lekker. En het eten is klaar. Het smaak is goed hoor. Nou, ik zou zeggen, het lijkt wel een soort van goulash. Ja. Ook de kleur. Maar zo lijkt het ook wel een beetje. Ja. Als je het eet. Oh, nou ja, ik heb het nog niet geproefd, maar de smaak is dus ook een beetje hetzelfde. Ja. Nou, lekker toch? Mm-hmm. Echt heerlijk. Nou, genieten dit. Huh? Ja. Echt weer genieten. Echt camping met haartje. Ja, vind ik wel. En vooral straks als het donker is natuurlijk. Het is nu nog een beetje ja, schemerig. Maar straks dan zie je ook meerdere houtkacheltjes branden. Dat is ook wel leuk. Nou, eet smakelijk, Nel. Eet ze. Nou, we hebben inmiddels het eten op. En we zijn eigenlijk gewoon nu een beetje aan het chillen bij het vuur. Het is donker. Helemaal donker. Het is echt heerlijk. Dat eten was trouwens ook heel lekker. Ja, vond ik ook. Echt fantastisch. Ja. De smaak was echt, nou ja, fantastisch. Ja, lekker. Een soort koelas. Ja. Maar dan met kip. Nou, Ilona is even weg, want die is even hout bijhalen. Maar we zijn er bijna doorheen. En dan gaan we even gezellig wat drinken hier. En ze moest nog even een stoel halen, want we hebben geen extra stoelen. Ja, gezellig. Hè? Want tenslotte is dit de bonte avond. Ook nog. Laatste avond dat we hier zijn. Ja. Dus we gaan nog even gezellig bijkletsen met Ilona. En dan, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat we dit jaar niet meer terugkomen hier. Nope. Want ze zijn in de winter ook gesloten, dus ja. Helaas, helaas. Ja, ja. Nou ja, extra genieten. Ja. Huh? Nou ja, en we gaan ook best wel snel door het hout heen. Kijk, dit is het. En aangezien het nog best wel vroeg is, tenminste, hoe laat is het eigenlijk, Nel? Het is 8:00. Ja, nou ja, als je dan tot een uur of 11:00 wil zitten, dan ga je met dat beetje niet halen. Nou, Coco die zit lekker binnen. Kijk. Die zit rustig op de stok. Dus die houdt hem ook mak. Nou, gezellig, Nel. Ja, echt heel leuk. Ja. Het leukste klusje hebben wij voor het allerlaatst bewaard. Het is ongeveer 11:00, ja, denk ik. Zoiets, denk ik. Ja. Nou ja, het was sowieso super gezellig met Ilona. Ja. Best wel een tijdje mee gekletst ook. Ja. Echt heel leuk weer. Ja. Ja, joh. Ja, en we hebben natuurlijk even afscheid van elkaar genomen. Want waarschijnlijk zien we Ilona niet meer morgen. Ilona, die werkt natuurlijk. Oh. Die werkt natuurlijk. Dus, ja. En wij gaan morgenochtend wel, ja, ik denk wel een beetje op tijd weg. Dat verwacht ik. Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, maar ja, ons kennende. Tussen mijn benen houden, want anders staat hij in de nattigheid. Dit ziet er ook gek uit, dit. Ja, nou ja. Nou, het past denk ik net niet op dat plankje hier bovenin. Ja, dat is een beetje te smal. Ja. Nou ja, we zijn alweer klaar. Hè? Huh? Inderdaad. Die ruit is helemaal beslagen. Oh ja.
Ik zie het, ja. Maar deze ramen staan ook open. Oké. Ja. Nou, het was een flinke afwas, maar met z'n tweetjes is het zo klaar. Zo gepiept. Ja. Goedemorgen, wij zijn wakker. Ik had de wekker op 7:30 gezet. Nou, een beetje vroeg volgens mij. Voor de aal, want die was niet te betoeten. Ik zit nog even vast. Mag die trouwens los? Ja, nou, doe nu maar even los. Hij mag eruit. Ja. Huppakee. Nou, het is hartstikke mistig buiten. Ik hoop trouwens dat het zo wegtrekt. Ja, je ziet het niet. Maar ik kan het ook niet. Ik kan nu ook niet de deur open doen, want dan ben ik bang dat Coco er vandoor is. Kom maar. Hij is er een tijdje niet uit geweest. Nee. Hoe heb je geslapen? Goed. Oké. Okay. Ja. Maar ik had het een beetje moeilijk. Met opstaan. Mm-hmm. Ja. Maar voor de rest, lekker rustig hier. Nou, er zijn heel weinig mensen nog, dus je hoort bijna niks. Nee. Ja. Nou, ik ga lekker eten. De eitjes staan te koken. Ik heb een pannenkoekje hier. En zo meteen opruimen, hè? We gaan de feest beginnen. Ja. Wij zitten lekker een koffietje aan het doen. En de zon komt door. Alle mist gaat ook weg. Kijk dan. Voilà. Schotse hooglanders hebben we voor de deur. Nou, heerlijk hier. Hé, daar gaan herten. Daar gaan herten. Potverdikkie. Echt? Ik zie niks. Ik zie ze niet. En weg. Serieus? Ja. Waar dan? Ja, heel, heel ver. Oh? Niet goed te zien. Even de verre kijken. Ja, erbij. Doe maar. Nou, we lopen gelijk even naar buiten. En Ali staat al bij het hek met de verrekijker. Ja, ik zag er zo. Volgens mij waren het er 3. Want het is nog een beetje mistig daar. Dus ik kon het niet helemaal goed zien. Maar er kwam echt iets heel hard aanrennen. Nou, dat kan alleen maar een hert zijn. Dat is geen koe of zo. Dus we gaan eens even kijken. Ik kan het denk ik niet vastleggen voor jullie. Nee, dat gaat niet. Ik zie het al. Het is veel te ver. Het wordt een mooie dag. Het is echt balen dat wij naar huis moeten, hoor. Nou ja. Nou, ik ben wel benieuwd of je iets ziet. Ik zie niks. Oh. Ja, Schotse Hooglanders. Oh. Geen wild. Jammer. Haas. Naar welke kant renden ze? Ze gingen die kant. Ze kwamen die kant. Ja, ze kwamen van deze kant, ze gingen die kant op. Het rende ook heel hard. Volgens mij waren het 2 of 3. Nee, ik zie niks. Jammer. En je zou ook bijna vergeten hoe bijzonder dit is, hè? Schotse Hooglanders. Ja, dat is waar. Er zijn er ook veel van, hè? Ja. We kunnen nog wel eventjes die kant oplopen voordat we vertrekken. Bij het bos. Daar zitten ze ook vaak. Het is 10:00. Ja? Ja. Oh, ik dacht dat het veel later was, joh. Nee. Oh? We gaan best wel hard. Ik dacht 11:00 of zo. Nee. Oké. Okay. Hey, kom eens even mee. Dat heb jij ook nog niet gezien. Kijk. Aangezien wij normaal altijd op nummer 6 stonden, dacht ik van hoe leuk is het om ons nieuwe plekje in te wijden met tadadada, een sticker. Ja, ja. Dus, als jullie ooit op nummer 23 staan, dan hebben wij ook gestaan. Oh ja, maak even een foto. Stuur hem even door naar ons. Via Insta of zo, of via de mail. Ja, ook leuk. Ja. Ja. 23. Kamperen met Ali en Nelly. Ik dacht, dit moet even gewoon vastgelegd worden. Want ook hier hebben wij nu herinneringen gemaakt, hè? Ja, dat is waar. Dat was een superleuk weekend. Ja, vond ik ook. Dus, als jullie hier staan, nummer 23, even een fotootje schieten. Nou, Coco die staat al in de auto.
Met zijn stoffige lijf. Joejoe. Ja. Nou, die zit hier heerlijk. Die reageert op alle vogeltjes. Ja, je hebt druk werk, hè? Hij heeft nog steeds een puddingkin. Hij ging vanmorgen met zijn snavel helemaal in aalerjoghurt. Ja. Nou, echt heel smerig. Ook dat vindt hij lekker, pudding. Ja, en toen kwam hij te afvegen naar mijn duim. Ja. Ja. Ach, dat beest moet er ook door. Ja. Ah, het is ook je kan beter een leuk leven hebben dan een lang saai leven, hè? Kan je beter een leuk kort leven? Oh, zo. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij sowieso een beetje te dik is. Een beetje te zwaar. Dat weet ik niet helemaal, want ik heb wel eens dikkere parkieten gezien. Ja, oké. Maar hij heeft denk ik een beetje hoge bloeddruk door al het zout wat hij opeet. Want zodra het zoutpotje open staat, dan is meneer er als de kippen bij. Dus ja. Ik denk ook een hoge bloeddruk. Nou, hij zal ook wel een beetje te hoog cholesterol hebben. Dat sowieso, maar ja, wat je zegt, beter een kort leven en dan leuk. Als lang en saai. Ja, toch? Ja. Nou, ik ga verder. Ik ga de binnenkant even schoonmaken. Ja, we zijn nu echt bijna klaar. Alleen nog even schoonmaken en dan... Is de wc al leeg? Oh, nou ja, dat doen we wel even op terugweg. Oh ja. Toch? En die tank? Dat ga ik nu even doen. Oké. Deze vraag heb ik ook wel eens gekregen via YouTube. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die niet kamperen en wel kijken. En die vragen zich vaak af wat dit is. Oh. Nou, dit is een vuilwatertank. Hier komt het vuile water in wat wij gebruiken uit de kraan. Grootsteen, dingen afgieten of weet ik het, tanden poetsen. Dat komt hierin. Nou, en dat moet je gewoon af en toe even legen. Nou, gisteravond hebben we hem nog geleegd. Dus nu is hij niet heel vol. Er zit niet zoveel in, nee. Dus hij is gelukkig niet zo zwaar. Ja. Nou, ga jij dat doen? Ja, ik ga schoonmaken. Ja. Nou, Nel doet nu ook de pootjes. De rollen zijn omgedraaid. Nee, je zal hem moeten. Jij was weg. Ja. Nou, ik ben inmiddels weer terug. Oké, ik durf ze niet meer zo strak aan te draaien als de vorige keer. Toen kreeg Aal ze niet meer uit. Tenminste, het lukte wel. Ja, toen had je ze zo vast aangedraaid. Ja, ik dacht, dat moet je hartstikke vast doen. Nou ja, wel vast, maar... Oh, dan moet je even die andere checken, want die heb ik nu gewoon alleen naar binnen gedaan. Ja, dat is prima. Als laatste de flatjack. In één keer. Nee. Doe maar. Kan wel. Ja. Top ding, dit. Ja, dit is echt... Wie dit uit heeft gevonden... Nou, die is binnen. Ja, sowieso. Een standbeeld voor oprichten. Ja. Vind ik. Wij gaan naar huis toe. Jammer genoeg. Ja, het lijkt nu net alsof ik blij ben, maar dat ben ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ja, ook omdat het zo lekker weer is. Wat moet, dat moet. Ja. We gaan weer vol aan de bak. Ja, we gaan een weekje werken. Nou, een week. Een hele lange week ook. Ja. En dan gaan we lekker op pad. Dan zijn we best wel een aantal dagen vrij. Geen vakantie, gewoon omdat we veel achter elkaar werken, zijn we ook soms wat langer vrij. Ja. Want er denken nog steeds heel veel mensen dat wij niet werken. Maar wij hebben een fulltime baan in de zorg erbij. Ja, jullie geloven het misschien niet, maar nee. Dat doen we erbij. Ja, dat doen we tussendoor. Ook even tussendoor. Ja, gaan we even snel naar huis om te werken. Ja, nou ja, maar ik bedoel, als we vrij zijn, dan proberen we gewoon lekker met ons eitje weg te gaan en even bij te tanken, toch? Ja. En daardoor lijkt het alsof wij al te vrij zijn, maar dat zijn is niet we zo. Niet. Nee. Nee, we smeren natuurlijk ook soms de vlogs uit over een week, bijvoorbeeld, anderhalve week. Waardoor het lijkt alsof wij anderhalve week weg zijn. Maar eigenlijk zijn dat gewoon 3 dagen achter elkaar uitgesmeerd over anderhalve week. Ja. Dat is even het verhaal in het kort. En dat komt ook natuurlijk omdat wij dan fulltime werken. We hebben natuurlijk tijd nodig voor editen en zo. Dus dan wordt dat wat meer verspreid. Ja. Kijk, en als we altijd op... Of altijd. Als we op vakantie zijn, dan doen we gewoon 's avonds of 's middags een vlog erop. Ja. Dan kan dat. Ja, dan kan dat, maar ja. Thuis heb je natuurlijk ook weer andere verplichtingen en zo. Inderdaad. Ja. Ja. En natuurlijk werk.
Ja. Ja. Maar even terugblikken op, op deze aantal dagen op Natuurcamping Genoten. De Groenendaal. Eén woord. Super. Ja. Helemaal geweldig. Ja. En ik vond het leuk om Ilona weer terug te zien. We hebben gezellige avondjes met haar gehad. Ja. En ook leuk om even weer onze vrienden te zien op de camping. Met Finley. En Finley inderdaad, die zo enorm is gegroeid. Ja, gewoon echt. Niet normaal. Ja, zo'n schatje is dat. Ja. Ja. Waarschijnlijk gaan we die ook snel weer terugzien. Misschien tijdens een kampeerweekend, geen idee. Het is wel de bedoeling, maar zij hebben natuurlijk ook gewoon een baan en een druk leven. Dus dat moet wel even op elkaar afgestemd worden. Maar Finley blijft sowieso terugkomen in de vlog. Dat ja. sowieso. Ja. We gaan hem helemaal filmen. Ja, ja. Nou, hebben wij nog iets te zeggen over deze camping? Fantastisch. Behalve dat het geweldig is. Behulpzame eigenaressen. Schoon sanitair, echt super schoon. Want ik was mijn slippers, of we waren onze slippers vergeten. En die lagen nog thuis. Maar je kan hier prima op je blote voeten. Het ruikt er altijd naar schoon. Ja, maar die Lona die maakt het volgens mij iets van 4 keer per dag schoon of ja. zo. Je ziet daar ook steeds met die kar heen en weer rijden ja. en schoonmaken. En nee, dan werpt ja. ze weer even een blik. Ja. ja, nou het is gewoon heel simpel allemaal. Heel basic, maar prima ja. schoon en netjes. Super, ja. super netjes. Nou en je komt hier natuurlijk voor het uitzicht. Ja, de en omgeving. Voor het beeld. Ja, nou ja, dit veld ligt precies tussen twee natuurgebieden in. Dat is volgens mij Loenermark, zo even uit mijn hoofd. En dat is het Dederwoud. En die herten die rennen natuurlijk van dat natuurgebied naar dat natuurgebied. Ja. En ook wel eens over het veld. Nou hebben wij iets minder geluk gehad deze paar dagen, want we hebben bijna niks gezien. Maar misschien de volgende keer weer. Geen idee. Ja. Ik denk dat we ook gewoon een beetje in de verkeerde periode. We moeten de volgende keer iets eerder hier naartoe. Moeten we echt in september ja. gaan. En nu waren we ja. iets te laat. Ook met ja. de burlende herten wel gehoord. Maar niet zo goed als de vorige keer. Ja. Nou ja, hè? Je kan niet alles hebben in het leven. Inderdaad, we mogen niet klagen. Nou nee. mensen, wij gaan de vlog afsluiten. Ja, wij willen Coco jullie... Coco zit ook te wachten. Ja, inderdaad. Die wacht al heel lang. Ja. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei doei! Doei.